Daar zijn ze, Session en Zemmazenta. Wow! Yo Nintendo fans en yo Rikachu Army. Wil je ook in de Rikachu Army? Druk op die abonneerknop hieronder. Is gewoon gratis, dus doe gewoon. En dan ga ik nu kijken of ik Pokémon kampioen kan worden in Pokémon Sword and Shield. We moeten het op gaan nemen tegen Leon. Ik ben zo benieuwd. Meestal zijn die laatste trainers super sterk. Is die laatste trainer echt moeilijk? Zijn de levels van die Pokémon ook een stuk hoger? En Leon, hier staat hij. Kijk. Oh, ik weet niet of ik hier ready voor ben. Hij is sowieso ready. Hij ziet er echt super ready. Uit. Hij zegt, ah, de lucht. Nog steeds lucht op dit veld. Maar het publiek wordt helemaal gek. Ze schreeuwen, ze juichen. Allebei fantastisch, zou je niet zeggen. Maar, het publiek kan ook best wel zuur zijn. Ze willen niks meer dan één van ons te zien verliezen. Ik kan leven met die angst. Maar kan jij dat ook? Dit is het beste gevoel in de wereld. En ik kan er geen genoeg van krijgen, zegt Leon. Mijn partners hebben er zin in deze battle. We gaan hier echt een kampioenengevecht van maken. Ik ben Kalaars Regio's kampioen Leon. Mijn Charizard en de rest van mijn team gaan er alles aan doen om dat zo te houden. Oké. Ik heb Colossal als eerste in mijn team gezegd. Oh, wacht even. Het publiek zegt, wacht. Kijk op de monitor. Wat is dat op het grote scherm? Wat gebeurt er? Nee. Ga je nou weer stom lopen doen, Rose? Het is tijd dat ik de Darkest Day terugbreng. Wat voor de toekomst van Galar? Wat zeg jij? De energie die vrij is gekomen bij de Darkest Day is te sterk. Om te houden. Wat? Wat gebeurt hier allemaal? Oh nee. Overal in elke gym. Gaan we nou weer dit gevecht niet hebben? Waarom verstoort Rose elke keer dit gevecht? Op zegt Lee, Rikachu. De videostream, dat was van Hammerlock Stadium, of niet? Wat in de hel is de chairman daar aan het doen? En Leon zegt ook, ja ik weet het niet. Maar alles wat hij gisteren zei, dat is echt zo gekke shit wat hij aan het doen is. Dit is allemaal om een probleem te voorkomen wat 1000 jaar in de toekomst gaat gebeuren, zegt Leon. Ik moet wel gaan kijken wat er aan de hand is. Ik ben de kampioen. Ik moet gaan. Ik had moeten realiseren wat de chairman allemaal aan het doen is. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. En nu ga ik dit oplossen, zegt Leon. Dit is nu echt kampioenentijd. Hop, zeg maar. Lee, je bent verschrikkelijk in het volgen van de directions. Oftewel, je weg bepalen. Wat als je verdwaald raakt? Ga met hem mee, Hop. Ga! Oh, hij twijfelt aan zichzelf, omdat hij mij niet heeft kunnen verslaan. Hop, jij kan dit. Kom op, Hop. Hop zegt, nou, de chairman die heeft het over de Darkest Day. Dat is die dag waarop de lucht gewoon donker werd. Jaren geleden. Maar wat bedoelt hij met dat hij dat meeneemt? En waar hebben we die naam gehoord? Ja, dat was bij de Statue of the Hero in het bos volgens mij. Sonja zei ook daar iets over. Maar ze had het verkeerd, want er waren twee helden. Maar die twee helden die brachten een eind aan de Darkest Day met de zwaard en de schild Pokémon. En Sonja denkt dat die twee Pokémon, de zwaard en de schild Pokémon, nog steeds ergens aan het slapen zijn. Wij moeten ze vinden. Yo, we moeten naar de Slumbering World. En Hop zegt, ja, dat is het. De illusie die je toen wilde bevechten, dat moet een van de Pokémon zijn. Laten we naar Slumbering Wild gaan. Als we iets kunnen doen, dan is daar hetgene wat kan helpen. En natuurlijk moest ik de vraag van de dag nog veranderen. En aangezien we nu toch naar de Slumbering Wild gaan, is mijn vraag van deze dag. Wie vind jij toffer? Wie kies jij? Session of Zemmazenta? Laat het weten hieronder in de reacties. We zijn weer terug. Sonja is hier ook. Sonja was de kampioenenwedstrijd helemaal vergeten. Wat? Hoe kun je dat vergeten? Oh kijk, mijn moeder is er ook. Die heeft ook gehoord wat de chairman aan het doen is. En Sonja heeft totaal geen idee wat er gebeurd is. En mijn moeder is echt, nou ja, Leon, de onverslaanbare kampioen, die zal er wel zorg voor dragen dat het allemaal goed komt, hè. Sonja, die zegt, wacht eens even. The Darkest Day, dat is de naam van de zwarte storm die vroeger de Galar-regio bijna kapot heeft gemaakt. Dus daarom zijn jullie hier, Rikachu en Hop. Ja, we zijn hier om de Darkest Day te stoppen. Laat ons het bos ingaan. We krijgen 3 Max Revives. Dankjewel, Sonja. Super handig. Hoppy en ik zijn dit avontuur begonnen. En we zullen dit avontuur ook samen eindigen, jongens. Hier is het begonnen, zegt Hop. Toen we die Wooloo gingen helpen. En nu zijn we weer hier. En hij zegt, wat we hier ook zien. Het zal ongetwijfeld legendarisch worden. Een nieuw pagina in ons verhaal. Ja, dat denk ik ook, Hoppy. Dit wordt ongetwijfeld legendarisch. Rookie D's vliegen hier weer rond. Welke Pokémon zullen hier nog meer zijn, jongens? Hallo. Rookie D. Let's go. Ja, we kunnen er net langs. We zijn gewoon weer terug in de Slumbering Wild, jongens. Daar waar het inderdaad allemaal begon. Hier ergens. Dit was ongeveer de plek, volgens mij, waar we de legendarische Pokémon hebben gezien. Oh, dat was hier inderdaad, op dit iets bredere stukje. Nu mogen we verder. Wow! Galarian Weezing. Super cool. Maar we hebben natuurlijk Toxtricity. Orbeedle vliegt hier ook in het rond. Daar ligt een Itempie. Een Full Restore. Kijk, dat is super chill. Even kijken wat hier allemaal is in dit bos, hoor. Oh,
kijk, hier kunnen we ook eventjes kijken. Wat voor Pokémon zit hier, jongens? Misschien wel een hele nieuwe Pokémon. Het is Barboach. Het is niet echt handig dat ik nu Colossal op de eerste plek heb staan. Oh, ik kan ook gewoon niet ontsnappen. Oh, ja, ja, dit is top. Dit gaat lekker. Toxtricity, wil jij het even overnemen van mij? Wat zit hier nog meer? Ja hoor, het is Whiskash. Die zit hier ook. Nou, Whiskash is wel echt een superleuke Pokémon. Oh, maar die kunnen we ook niet raken natuurlijk, want die is ook een ground type. Oké, nevermind. Kunnen we weer wegrennen? Ja, top. Laten we maar gewoon even hier overheen gaan. Even kijken. Wow, Corviknight. Ja, en dan heb ik weer niet de goede Pokémon voorstaan. Ja, dit gaat top. Dit gaat lekker hier in dit bossie. Oh, Corviknight kunnen we wel raken. Ik dacht dat het een Steel-type Pokémon ook was. Maar is het dan Dark and Flying misschien? Nou, in ieder geval, Corviknight kunnen we wel makkelijk verslaan. Dat is lekker dan. En daarmee gaat Rillaboom een leveltje omhoog. Ik denk dat we dat op zich wel kunnen gebruiken. Dat we inderdaad wat levels omhoog gaan met een Pokémon die we hier allemaal hebben. Want we moeten straks natuurlijk toch tegen Leon gaan battlen. En ik hou een beetje mijn hart vast. Even kijken hoor. Ik kan hier niet echt verder. Dan moeten we toch weer een stukje terug. Misschien moeten we hier naartoe. Nee, dit is ook doodlopend. Het is wel een item pie. Oké, welke Pokémon is dit? Het is weer een Corviknight. Oké, lekker. Dat is gewoon gratis XP nu, jongens. Overdrive! Bam! Kijk, hoppakee. Colossal, Orbeedle en Toxtricity. Allemaal een leveltje omhoog. Gaan we deze kant op even hier overheen? Kan dat? Kan ik hier overheen? Ja, ik kan hier overheen. Nice. Ligt hier een itempie, een elixertje. En dan lag hier nog iets. Ja, hier ligt nog een TM. Phantom Force. Zijn dit allemaal Corviknights elke keer? Dat is op zich wel lekker om even te trainen misschien. Ik denk dat het echt wel goed is als mijn Pokémon even allemaal richting level 60 gaan eigenlijk. Maar ja, hebben we daar de tijd voor. Oké, er zitten blijkbaar ook Weezings verstopt hier in het gras gewoon. Galarian Weezing. Maar tegen die Corviknights ging het wel chill eigenlijk. Even kijken. Moet ik dan hier naartoe? Oh, daar ligt een Stunfisk. Oké, dan kan je zien. Die ligt hier. Zie je? Zijn Pokéball stak een beetje uit. Hey, hier is Hop. Yo. Is dit het einde van het bos al? Hop zegt, wat is er met die mist hier? Het is zelfs erger dan de vorige keer dat we hier waren. Oh ja, inderdaad. Ik zie het. Het mist is nu behoorlijk dikker aan het worden. Daar zijn ze. Zacian en Zamazenta. Wow. Hop zegt, ze zijn echt hier. De zwaard en de schild Pokémon. Ik wist het. Oh, wat een mooie beesten. Oh, en ze zijn weer verdwenen. Wow. Hé, waar ga je naartoe? We hebben je hulp nodig. Sonja die zegt, wat doen jullie? Wat doe jij hier, Sonja? Je wist toch dat we hier naar binnen zouden gaan? Je wist toch dat we het bos in zouden gaan? Hop zegt, de zwaard en de schild Pokémon, ze stonden recht voor ons. Maar toen verdwenen ze opeens in het bos. En Sonja zegt, weet je dat zeker? Ben je niet gewoon gek geworden? Er is niemand hier, alleen jullie twee. Ja, we weten wat we hebben gezien, Sonja. We zijn niet gek. Sonja die heeft een beetje gelezen en ze zegt, de zwaard Pokémon Zacian en de shield Pokémon Zamazenta, die zijn ergens geboren voorbij het Slumbering Belt. Heel lang geleden. En Hop zegt, zelfs als het een illusie is, dan hebben we die Pokémon toch weer gevonden. Misschien liggen het zwaard en het schild daar ook nog wel. Nou, misschien wel, Hoppie. Gaan we die kant op? Zou wel even een partijtje vet zijn als we ze kunnen vangen, hè? Zacian en Zamazenta. Een mooie cutscene. Kijk, daar is een altaar of zo. Zo, dit voelt wel een beetje zoals Zelda, jongens. Het ziet er wel vet uit. Daar is het altaar. Ja, en daar ligt inderdaad volgens mij een zwaard en een schild, ja. Kijk ons gaan dan. Hop zegt ook, kijk dan. Dit zie je ook niet elke dag. Deze plek lijkt echt alsof dit inderdaad gemaakt is voor een legende. Het is inderdaad echt een altaar, jongens. En inderdaad, een afgebroken zwaard en toch wel ook een aardig kapot schild liggen hier nog. Ja, het zijn niet helemaal meer de sterkste zwaarden en de schilden die je ziet, denk ik. Maar ze zijn ook niet voor niks al zo oud. En Hop zegt, de legendes waren echt waar. Kijk, het zwaard en het schild. Wow. Ja hoor. Wij hebben het zwaardje opgepakt. En Hop zegt, nou oké, inderdaad, dan pak ik het schild. Maar kijk even in welke staat het is. Het lijkt erop alsof ze inderdaad zo in stukken uiteen kunnen vallen. En Hop zegt ook, ja, ik weet niet of die roestige oude dingen nou echt alles hebben kunnen stoppen tijdens de Darkest Day. Maar goed, weet je, laten we het maar gewoon meenemen. Hop twijfelt nog een beetje of dit gaat werken. En Hop zegt ook, nou, misschien zijn die Pokémon echt nog wel ergens aan het slapen. Maar als we Lee willen gaan helpen, dan is dit alles wat we hebben. Oké, let's go, we gaan Lee helpen. Kom je mee, Hop? We moeten hier weg. Hop zegt ook, wil je een flying taxi pakken naar Hammerlock City? Naar Hammerlock Stadium? Ja, is goed. Laten we naar Hammerlock gaan. En we zijn weer terug in Hammerlock. Ja hoor. Oh, en Ryan is er ook. Die is ook gezellig meegekomen. Die denkt ook, ja, ik moet hier iets mee. En Ryan zegt, ja, het is echt zonde hoe alles is gelopen. Je hebt het helemaal gered tot de championship wedstrijd en dan gebeurt dit. En Chairman Rose denkt dat de energie die wordt opgewekt uit de Darkest Day echt Galar kan redden. Het lijkt een beetje gestoord, zegt Ryan. Ik snap niet hoe het werkt, maar het zal wel. Lekker Ryan. Hop zegt,
ik ga alvast vooruit. Ik ga mijn broer helpen. Raya zegt, gelukkig is er nog niemand gewond geraakt. De gym leaders werken samen tegen de Pokémon van elke stad. En we hebben iedereen geëvacueerd. En jij, ga jij de kampioen helpen om Galar-regio te redden? Natuurlijk ga ik dat doen. Oh, maar kijk, in het Pokémon Center is iedereen nog wel aan het chillen. Deze mensen zijn helemaal niet geëvacueerd. Ze staan gewoon hier. Dan heb je je werk toch niet helemaal goed gedaan, Ryan. Oké, let's go into Hammerlock Stadium. Rose, I'm coming for you. Kijk hier, Oliana die staat er ook weer. Oliana, we hebben jou al verslagen. Wil jij mij gewoon even nu gaan helpen? Oliana zegt, Gym Challenger, jij moet mij helpen. Hoe moet ik jou helpen? Jij moet mij helpen. Oliana zegt, mijn Pokémon zijn opeens gedynamaxed voor een of andere reden. En die zijn helemaal gek geworden. Ryan heeft de gedynamaxed Pokémon al weten te kalmeren. Maar als andere Pokémon ook gaan dynamaxen, dan hebben we echt een probleem. De powerplant hier onder de grond gaat instorten. En Mr. Rose is daar nu. Het is zelfzuchtig van mij, maar ik moet je smeken om je assistentie. Ga naar de ondergrondse powerplant en stop meneer Rose. Hij heeft een Pokémon laten ontwaken. Die heet Eternatus. Holy crap. Dat klinkt alleen al sick. Dit is echt niet best volgens mij, jongens. Freaking Eternatus Pokémon. We moeten Mr. Rose redden. En we kunnen de lift nemen om daar naartoe te komen. Eternatus, dat klinkt echt niet goed hoor. Is dat hier? Hop is in ieder geval hier. Hop, wat is hier gaande, jongen? Hop zegt ook, wat is dit? We moeten Lee helpen. Is Lee ook hier? Rose is in ieder geval wel hier. Yo, Rose, what the frick ben jij allemaal aan het doen? Kijk hem nou met zijn zelf ingenomen blik. Rose zegt, en wat ben jij van plan om te gaan doen? Gym Challenger. Yo, ik kom gewoon de champion helpen, jongen. We gaan dit samen doen. En Rose zegt, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Want de kampioen is degene die Eternatus moet controleren. Vanuit jouw perspectief ziet het er waarschijnlijk uit alsof we iets verschrikkelijks hebben gedaan. Ik verwacht niet dat je het snapt. Maar ik moet Galar voorzien van ongelimiteerde energie. Het is mijn doel, het is mijn taak, het is mijn lot. Gozer, doe nou niet zo. Maar daarom hebben we de Wishing Stars aan Eternatus gegeven. Dat rode licht wat je hebt gezien, dat waren allemaal experimenten van ons om Eternatus te laten ontwaken. Je moet wel begrijpen, ik kan gewoon niet toelaten dat jij je hiermee gaat bemoeien. Gaan wij wij gaan battelen. Oké, Rose, let's get it. Ik ben jou zat. Ik dacht dat jij gewoon een hele aardige stoere man was. Maar jij bent gewoon een of andere choppy choy, jongen. Wij gaan battelen. Jij begint met Escavalier. Oh, dan heb ik gelijk de verkeerde Pokémon volgens mij voor me. Dit is namelijk een klusje voor Colossal. Oh man, hou eens op met je drillrun. Ah, dat doet zoveel pijn. Ik weet niet of Colossal dit overleeft. Ik heb een Hyper Potion gebruikt. Ja, ik denk niet dat we dit overleven als hij met Drillrun door blijft gaan. Oh, nee. Oké, ik overleef het nog één keer. Ik ga even switchen naar Surfetch. En dan hoop ik dat Surfetch gewoon sneller is straks dan Escavalier. Oh, man. Je mag ook wel een keer missen op zich, hoor, met je Drillrun. Come on, Surfetch. Brick Break. Pak hem. Nu een Iron Head. Oké, die overleef ik. Oké, we gaan hem verslaan. Brick Break, als die raak is. Ja, Escavalier is down, maar hij heeft ook al bijna twee van mijn Pokémon down. Freaking Rose, jongen. Doe eens eventjes wat aardiger. Oké, ik ben sneller met Brick Break. Het is super effectief. Oeh, nice one shot. Lekker. Nee, oké. Mijn Surfetch overleeft het. Hij had natuurlijk van die Iron Barbs. Daarmee kreeg ik nog wat damage, maar ik heb hem verslagen. Nu, Klinklang. Nou, laten we hem even switchen. Laten we hem even switchen naar Rillaboom. En dan ga ik wel even mijn Colossal even flink gewoon Hyper Potionen. Want daar moet ik het denk ik een klein beetje van hebben, toch? Ik gooi gewoon nog een Hyper Potion op Colossal. Gewoon twee, zodat hij weer helemaal vol is. Nu ga ik klapjes krijgen. Oké. Oh, oké. Nee, niet nice. Hij raakt me daar twee keer mee. Ah, hij is ook nog sneller. Nee, niet cool dit. Niet cool dit. Laat me leven. Ik kan alleen maar knock-off doen. Ja, dat doet bijna geen damage, joh. Dus even kijken of ik het red als ik gewoon switch naar Colossal. Kom op, jongen. Oké, Gear Grind doet niet heel veel pijn. Zo te zien. Ja, en hij krijgt natuurlijk last van mijn Rocky Helmet. Elke keer dat hij me raakt, krijgt hij damage. Dus dit is top. Oké, Klinklang gaan we denk ik wel verslaan. Hij doet nu Wild Charge. Nou, helemaal prima. Daarmee pakt hij ook weer wat damage. En dan kan ik hem gaan finishen met Incinerate. Het laatste kleine beetje voor Klinklang. Hoppa, nice. Oké, dat is weer XP voor iedereen. Daarom wil ik eigenlijk dat iedereen blijft leven. Zodat we lekker allemaal veel XP pakken. Nu, Persecutor. Oké, ik ga voor Heat Crash. Hij doet Iron Head. Dat moet te overleven zijn. Ja, nice. Ah, ik ben flinched. Nee. Nou, dan gaan we maar weer even potions doen. Alsjeblieft, Colossal. 120 HP voor je. Hij doet nog een keer Iron Head. Ja, ik blijf maar eventjes gewoon potions geven, denk ik. Want hierna gaat hij natuurlijk een Pokémon Dynamax. Ik heb geen idee welke Pokémon dat is. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik een beroep op Colossal moet gaan doen strakjes. Ook als hij gaat Dynamaxen. Ik heb ook nog wat super potions die ik kan gebruiken. Ja, ondertussen zorg ik gewoon dat die Persecutor zichzelf sloopt.
Lekker dit. Hij blijft maar aanvallen. Helemaal prima. Ja, dit is ook een tactiek. Gewoon continu potions erop gooien, joh. Nog een keer een Iron Head. Heeft hij weer last van mijn Rocky Helmet. Dat is trouwens wel echt epische muziek ook dit, jongen. Heel vet. Oh, nu doet hij Screech. Oké. Zou ik sneller zijn dan Persiger? Nee, ik ben helaas niet sneller. Oh, man. En dan heb je nu... Oh, hij heeft mijn defense natuurlijk behoorlijk naar beneden gebracht. Ja, dat is echt totaal niet chill. Hij doet me nu echt 2 keer zoveel damage gewoon. Freaking Persiger, jongen. Kijk dan. Bam! Ja, dit doet pijn, dit doet pijn. Oké, Persiger is geslagen. Wie is jouw laatste Pokémon, vriend? Zijn laatste Pokémon is Copperajah. Oef. Ja, dit is wel een aardig probleempie. Ik zal Surfetch even een Hyper Potion gaan geven, zodat Surfetch weer bijna vol is. Hij gaat zijn Copperajah Dynamaxen. Oh, dat is de gigantische olifant. We hadden kunnen weten natuurlijk dat deze als laatste zou komen. Dit is inderdaad zijn favoriete Pokémon. En die gaat Gigantamaxen zelfs. Kijk dan! Wat een beest, jongen, is dit! Niet normaal. Deze Pokémon is niet normaal. Level 57 ook echt. Ja, dat is wel aardig het einde van mijn Colossal. Oké, nu is het tijd voor Surfetch'd. Dan mag ik hopen dat Surfetch sneller is. Surfetch is sneller. Dat is nice. Dan ga ik Copperajah in ieder geval hard raken. Copperajah is wel echt... Echt een hele goede Pokémon. Maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat Surfetch kan doen. Daar gaan we. Max Knuckle. Surfetch'd. Pak hem! Oké, meer dan de helft is down. Ik ben benieuwd. Als we 1 klapje weten te overleven, Max Mindstorm. Nee, ja, dat... Nee, dit gaan we niet over... Oh, dit gaan we wel overleven. Mijn Surfetch is best wel een baas, jongens. Ik denk de hele tijd dat Surfetch gewoon down gaat. Maar dan overleeft hij het toch gewoon. Daar gaan we, Rose. Daar gaan we. Jij bent klaar. Je bent afgelopen. Het is over en uit voor jou, vriend. Daar gaat je Copperajah, man. Daar is die. Lekker gedaan weer, Surfetch. Ja, en Colossal... Bedankt voor je sacrifice. Ja, Rose. Kan je nu chillen? Kan je nu ophouden met deze onzin? Hij kan in ieder geval applaudisseren. Hij zegt, ik ben vergeten hoe goed Pokémon battles eigenlijk waren. Het is lang geleden dat ik gebattled heb, maar dit was satisfying. Maar dude, kijk wat je gedaan hebt. Je bent echt slecht bezig, man. Dan kan je wel zo vriendelijk kijken. Hij zegt, ja, ik had ook niks anders verwacht van iemand die zo sterk is en aangedragen, voorgedragen is door de kampioen van Galar. Ik wenste dat ik de championship match tussen jullie twee, tussen Leon en jou had gezien, maar ja, ik heb alles in puin geschopt. Ja, hij zegt, ja, nou ja, het is jammer. Ik kan nu niet meer veranderen. Om dit energieprobleem zo snel mogelijk op te lossen, hebben we Eternatus wakker gemaakt. Maar we konden hem niet controleren. Nee, joh, ben je... Kijk wat je aan het doen bent, vriend. Rose zegt, ja, ik hou van praten. Ik hou van speeches maken. Ja, inderdaad, gast. Hij zegt, ik denk dat we nu kunnen stoppen met praten. Ik denk dat de kampioen Eternatus wel gevangen heeft nu. Als je nieuwsgierig bent, kan je de lift omhoog nemen. Ga, nu, allebei. Ga kijken wat de kampioen aan het doen is. En Rose zegt tegenop, ja, ik denk dat je wel ontmoedigd bent nu, hè. Hop zegt, helemaal niet, vriend. Wat denk je wel? Let's go! En dan gaan we eens kijken bij die Eternatus Pokémon, jongens. Freaking Rose is in ieder geval klaar nu. We gaan proberen om Eternatus te vangen in de volgende aflevering. Ik ben zo benieuwd naar deze Pokémon. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!